Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Hallo. Black and White 2 Soul Link. Sander heeft weer iets bedacht. Ik ga ondertussen gewoon verder, want ja, je weet hoe het gaat. Oh, ja. Wel gewoon verder. Oh, ik heb getraind tot level 7, alle twee. Ja, het was bij Sander echt wel even nodig. Ik ben. Oh, trouwens. Ja. Een leuk dingetje voor de kijkers. Weten jullie nog dat ik zo'n Fireplume had? Weten jullie wat Fireplume is? Dat is een Stone Evo. Weet je wat er gebeurt met Stone Evo's? Leren geen moves, behalve tot level 60. Dus ik moet het doen met Aromatherapy, Poison Powder, Stun Spore en Mega Drain. Ja, maar wat ik nu ga doen is wegwezen. Jij moet een encounter doen, toch? Weet ik niet meer. Even kijken. Nee, maar ik weet het echt niet meer. Ik weet het ook niet meer. Even denken. Ik denk dat ik ben met de encounter. Maakt ook niet uit. Zal ik nu gaan met de encounter? Ja, doe jij eens. Doe iets leuks. Oeh, Lee Fanny. Die vind ik best oké. Okay. Effectspoor, fuck jou. Dat is goed, denk ik. Broken Grass. Ik weet niet of dat een handige typing is om te hebben. Op zich. Nou. Ja, Grass heeft gewoon een weakness. Ik moet gewoon geen fire. Of ice. Oh. Bug. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n hele goede typing. Bedenk me nu. Nou ja. Oeh, je hebt heel veel 4 keer weakness. Ja. Daarom. Daar dacht ik dus ook meteen aan. Volgens mij is dat een van de slechtere. Type combos. Zo. Een stem. Een van de slechtere combo's. Misschien... Even tussen jou en mij. Jouw speed is echt veel minder snel dan mijn speed, Button. Ah, ik weet het ook niet. Ik, maar ik gebruik hem meer, hè. Dus. Dat heft elkaar wel weer op, hoop ik. Ja, maar ik gebruik nu natuurlijk speed, Button, totdat we bij Castelia zijn. Gewoon één en al. Ja. Wacht. Hey, ik heb de Livani. Ik heb Luxury Ball, maar heb ik verder nog wat ballen? 15? Ja. Ja, ja. Inef. Oké, Sander, wat is jouw encounter? Ik ga het nu zien. Jij ook. Oeh, een Pelipper. Een Pelipper. Heb ik Water Type? Nee, dus dat kan wel. Mm-hmm. Die voel ik wel. Oké. Stunspoor of Poison Powder? Wat heb je liever? Stunspoor doen. Ja, dat dacht ik ook al aan. Maar... Ja. Nee, gewoon ja. Oh, wat dom. Oh, wat ben ik dom. Oh. Niks aan de hand, Sander. Dat deed 2 damage. Nou, kijk. Het enige voordeel van dat ik kut moves heb... is dat ik kan gewoon Pokémon vervangen. Hey, ik heb ook een Luxury Ball, hoor, yo. What the fuck? Lijkt wel alsof we Soul Link zijn. Maar echt, we zijn van die Soul Linking, denk ik. Oké. Ja, nou ja, ik... dit duurt nog wel even. Ja, ik zie het. Gewoon Pokeballings gooien. Pokeballings? Maar het is al zo'n Pelipper, hè? Maar hij is level 2. In de yellow ga ik pokeballings gooien. Ja, maar kijk, als ik hem in de groen doe, dan heeft hij ook... dan verbruik ik meer pokeballings. Maar hij is level 2. Bro, deze gaat niet... Nou, nu gaat hij wel in één keer zitten. Ja, nee, dat komt bij jou. Hij wil alleen als hij groen is. Nee, dat is niet logisch. Gameboy Luke. Yo, what the fuck? Deze guy houdt niet van... Deze guy houdt niet van Game Boy Looking. Hier, als ik nu in de groene had geprobeerd... dan had ik gewoon al vet veel ballen geverneukt, hè. Oké. Voor de mensen die afvragen waarom ik stilsta... ik wacht even totdat ik zeker weet dat ik Livani kan gebruiken. Oké, nog één pokeball. Echt? What the fuck?
Nee, ik heb er nog 10. Maar ik bedoelde nog 1 Pokeball. Dan ga ik zo'n Leech Living doen voor in de Redding. In de Redding? In de Redding. Even kijken. Dit is zo'n Redding actie. Fuck. Oh lol. Deze Rivalry, dat is ook gewoon een goede. Ah, dat is van... hoe heet die guy? Luxio. Oh. Die heeft die ability ook wel eens. Of Intimidate. Geen crit. Oh ja, ik had een Lucky Egg. Nou, ja, misschien nou deze guy van Luxe. Ja, die kan ik beter gebruiken als we echt een friend man hebben. Happiness Evo hebt. Kom op. Dit vind je leuk, hè? Hij vindt het leuk om half dood te zijn. Zie? Ik zei het toch. Jij ging me weer overhalen om in de geel alvast... Oké, Sandring. Oeh, deze Worm Madam kan ik wel verslaan met... met Porygon Z. Oeh, dat wordt nog spannend, zie ik. Ik ga het niet riskeren. Oeh. Bubbling. Kiboom. Ik vind mijn Porygon Z naam wel echt leuk. Ja, ik ook. Oh, Hydrovleugel kan niet. What the fuck? Ja, dat was ja, ik wist niks, oké. WC eend? Maar waarom WC eend? Ja, ik... Omdat de snavel een WC is? Ja, oké. Oh, wacht. Jij moet eerst de encounter in de range doen. In de Ram Range. Sander, valt het je trouwens op dat we op dit moment tot nu toe nog elke pair hebben die we kunnen krijgen? Nu je het zegt. Ja. Lee Fanny. Oh, Jezus. Yo, die Pelipper's achtervolgen me. Nee, maar letterlijk. Yo, doei Pelipper-ing. Ga ik pokeballs kopen? Of, Misschien moet ik ook even kijken of ik nog pokeballings moet kopen. Ik heb er 10 in totaal. Maar ik kan er ook kijken of ik er nog 5 bij kan kopen. Ik ga het gewoon doen. Ik heb 10 en een Premier en een Luxury. Ik gok het hierop. Ik niet. Ik ben een watje. Dat dacht ik al. Wow. Ja, ik heb ik je keer gelijk, is het weer niet goed. Ga ik meteen hier dan. Ben het toch. Jawel, ze zit toch alleen maar te wachten op mij. Ja, dat is boeiend. Ja, het lijkt net Mario Generations dit. Nou, volgens mij mag je daar gewoon doorspelen. Je moet die trainer nog slaan. Kijk, ik wil dus achter hem langs gaan. Spoiler, it didn't work. Gras-Pokémon ook. Oh, wacht. Flyhexen is wel perfecte counter voor Tangela. Ja, met zijn Bug-type move. Want dat is de enige type move die hij fucking heeft. Oh, is Bug is gewoon super effective op grass, hoor. Ja, dat weet ik. Het doet echt geen hol. Ja, precies. Dat is het. Gelukkig doet Constrict ook geen hol. Heb je zin in blauwe spaghetti? Nee. Vallig? Nee. Nou, dan maak ik hem wel even dood. Dus had ik hem hier graag gegund, maar... Blauwe spaghetti-ing. Hey, misschien is het wel hartstikke lekker. Ik bedoel, je hebt ook schimmelkaas. Dus misschien is schimmelspaghetti wel the way to go. Aha, to go. Wellicht. Aha, to go. Jij bent zo'n funny girl. Big Pearl. Oeh, dat is Frikopie. Suction cups. Negates all move... Oh, dat is helemaal niet zo heel. Nou, het voor een whirlwinding Pokémon is dat op zich wel nice. Ga ik hem voorop zetten? Nee, dat durf ik al niet. Wat heeft mijn ding vast? Oh, die heeft Honey Gather, dus die zal wel Honey vast hebben, ja. Ja. Ik zet Flyhex wel even voorop. Oké, okay. Let's go baby, let's go. Oh, ja. Let's go baby, let's go. Oeh, Skarmory. Dat wordt wel echt kut om te vangen. Ja, dat wordt best kut om te vangen.
Willen we dit proberen? Ik wil het wel proberen als ik eerlijk ben. Oké, ik stel voor, jij probeert het. Ja. Want kijk, ik kan wel allemaal pokeballs gaan gooien, maar als jij hem toch niet krijgt... Ja. Ik moet ook uitkijken dat ik niet dood ga. Ik ook hoor, met Skarmory. Super effective, hè, tegen mijn poison typing. Oeh, al wat denk ik niet dat ik die al één pokeball gooien. Pas op, je bent echt low health, hè? Mhm. Oh. Zo zie ik het beter. Ik had het nog steeds op het kleine schermpje staan, zeg maar, van met de chat eronder. Ah. Dus ja. Nee, maar nu ga ik weer afgeleiding. Niet te verwarren met waterleiding, wat er wel op lijkt, maar is niet helemaal hetzelfde. Zal ik zo'n luxe bal gooien? Probeer het. Nee, vindt hij niet leuk. Ik dacht al, waarom zit je in de poison? Je bent toch veel helft, maar je ding is wel schoon. Op. Oké, ik ga runnen. Oh, couldn't get away, oeps. Pas op! Kill hem dan, of lukt dat ook niet? Nee, dat kan niet. Ik kan hem al bijna niet verzwakken. Oh, ik ben geliefd. Ga ik deze guy nog proberen te verslaan? Een Rayquaza. Als ik die had kunnen vangen, had het wel episch geweest. Kom op. Dat had episch geweest. Dat was ik denk heel dat Rayquaza mijn lievelingslegendarische Pokémon is. Ja? Ja. Oké, okay, ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Nou, er zijn nog wel meer vetten, ja. Zou die alleen nog maar weer Grout kunnen? Dat zou ik wel grappig vinden, volgens mij wel. Oh, mijn defense is gevallen. Hij heeft pack, ja, dus naar Tulp gaan is sowieso geen optie. Nou, we kunnen altijd nog runnen als het me echt te heet om de voeten wordt. Te heet, ding. Is hij nog steeds confusing? Nee. Oh, dan moet ik even supersonicing doen. Supersonic. Super Tails? Oeh, Psybeam! Die wil ik zeker heen. Ja, dat snap ik wel. Kijk hoeveel XP krijg ik. Ik ben 5 levels omhoog gegaan. Met Porygon-Z. Dat is wel ziek. Oh, had ik nou hem maar de Lucky Egg gegeven. Ja, dan had hij alleen nog meer. Ja. Zou hij geen pack meer hebben? Zou kunnen. Ik wil hem nu ook gewoon verslaan. Die zit nu al te veel tijd in. Dat klopt, ja. Die pokeball wil ik. Oh. Zij heeft een klink. Ja. Psybeam is fucking goede move early game. Ja, dat is zeker waar. Yes. Oké, hij is weer Super Sonic King. Lekker bezig, heen. Kijk, dat doet tenminste damage. Mijn moves doen geen damage, maar als hij zichzelf hit, dan wel. Een Hyper Potion. Die zal vast van pas komen. Dat is zeker waar. Gelukkig heb ik die Big Pearl, dus ik weet nu gewoon... Monies zijn aanwezig. Ja. Oh, deze trainer heeft een Curum. Switchen, sowieso. Ja, dat sowieso, ja. Oh! Dragon Rage. Oké, dat is niet erg. Ik kan deze trainer ontwijken, namelijk.
Dragon Rage Claws. Oké, ik ga runnen. Ondanks dat het zonde is van al die tijd. Ja, of... Tulp gaat een pack dood aan, denk ik. Het is maar één leveltje hoger. Allemaal Dragon Rage? Ja, ja. WC Eend, ik denk niet dat hij dat kan tanken. Aan de andere kant, die heeft... Ik vind het gewoon zo'n zonde van de XP die ik nu mis ga lopen. Jezus, dus ook zonde om al mijn healing spuitjes. Ik ben echt veel te lang bezig met die battle. Ja, moet ik gewoon runnen. Maar dat vind ik zonde van de XP. Ja, maar zal die veel XP geven? Het is een Skarmory, ik denk het wel. Die Jive, kom op, hit nog één keer. Oh, hij heeft nog wel meer nodig dan één keer. Kabooming. Oh, nog steeds niet. Stoutland. Dat deed niks. Kom op. Ik merk dat Chucky dan te slecht is. Ja, dat is niet chill. Kom op, let's go baby! Oh, nog steeds niet! Jezus, oh, ik haat het echt. Deze battle was zoveel makkelijker geweest als ik gewoon goede moves had. Dat klopt, ja. Dan had ik het hele defense verhaal ook niet gehad. Had je gekeken wanneer Dingsen een goede move krijgt, Crobat? Oh ja, level 13, Flyhex, 12. Oh ja, 13. Oh, 12. Kan ook. Het is gelukt, Zendering. Ja, nu moet ik wel healen. Hey, ik heb Leech Life gekregen als TM. Daar word je vrolijk van en ik kan het weten. Ja. Ik heb echt een decent team nu, ik ben echt tevreden. Kijk... Met Pelipper zou ik echt een decent team kunnen hebben, alleen ik durf hem dat niet voorop te zetten. Zegt hij terwijl hij hem voorop zet. Ja, weet echt al bijna bij de eerste gym, terwijl ik moet nog dat die hele Stoutland arc doen. Super Potion, nice. Come around met je Pokémonings. Oeh, een Rotom Heat. Laat ik vooral switchen. Oeh, dat heeft veel damage. Dat gaan we zeker niet doen. Thundershock. Wow, dat is wel schokkend. Ah, ik ben zo grappig. Sunrain, ja. Je bent zo'n grappige jongen. Yo, dat is niet eens een one-hit KO. What the frick. Fucking Pichu, what the fuck? Ik krijg ook echt nul experience van deze bitch waarschijnlijk. Oh, WC1 wel. Not bad, oké, leuk, time up. Potion. Deze oh, battle was veel te moeilijk. Oeh, Kingler, daar kan ik Razor Leafing op doen. Nice. Sander, Millie Fanny die ik net gevangen heb, hè? Ja. Dat is nu mijn hoogste level Pokémon. Oké. Snel deze... Oh, die dikke, die kan ik wel verslaan met zo'n Pelipper. Water gunning. Oh, Sandstruck. Wat heb ik nou weer gezegd? Nu ben ik te invested alweer, hè? Nu wil ik hem ook gewoon verslaan ook. Zo ben jij. Ja. Laten we die eerste gym gaan verslaan. Yo, godver. Ik ben echt maar twee. Maar fucking twee van die dingen. Van die Sand Attacks. En hij hit al geen één keer. Wat is dit voor gekut? Oh, nu drie. Nu wordt het helemaal kut. Growl. Doe maar growl, joh. Grom jij maar. Ja, hè, eindelijk. Kutdikkel. Lekker Sandring. Met zijn dikke Nou, ik haat hem. Mooi, Calcium ook goed voor die centjes.
Zeker, die kan je heel goed verkopen in. Kijk, dit is ook zo'n easy killetje. Gascoon, die had ik best wel willen hebben. Ik bedoel, dat is een... Het is een cup Pokémon, maar... Het is wel gewoon early bug. En ja, in early games zijn bugs vaak best wel nice. Watersport, want Watersport. Voor de mensen die denken van waarom loop je nu eigenlijk zo ver voor op Sander als Sander nog zo ver weg is. Ik zeg van nou, op het moment dat ik nu die gym versla, dan kan ik in ieder geval, mocht Sander bijvoorbeeld bij één Pokémon doodgaan, omdat hij niet zo goede moves heeft, dan heb ik de gym in ieder geval verslagen. Nou, dat is een tactic. Ik heb Semipore nu aan het vechten. Beter dan een Kyurem. Dat klopt, ja. Ik weet niet of dat deze trainer was, maar ik had deze trainer ook kunnen ontwijken als ik niet... Ja, dan was het die trainer waarschijnlijk, ja. ...voor die calcium was gegaan. Hey! Oh, wat leuk. Ik kom mijn jongere broer tegen. Nice. Stonish? Nummel. Ja, zeker. Nummel. Kom op, waterkun. Nee. Ziezo, dat klusje is ook weer geklaard. Ah, die guy had ik ook kunnen ontwijken. Ik dacht die dat gast tegen hem... Mij cure hem. Ja, ik dacht dat je tegen hem moest... Maar heb je die Pokéball dan wel gepakt? Ja. Ah. Wat was dat bij jou? Een red card, geloof ik. Ah. Cool, Ava. Yo, WC Eend is nu... Even hoog, denk ik ongeveer. Ja. Nou, nee, één leveltje lager. Oh dit is zo'n electric type. Oh, nice. Sander, wat doe je? Lol, volgens mij critic en tackle. Zie? Ah, Sander, kijk dit. Oh, ik had dit in de training kunnen zetten, bedenk ik me nu. Oké, nu doe ik tackle. Het gaat helemaal fout. Oh, ik dacht aan... For some reason dacht mijn brein bij Kyork aan... Kyurem. Ik wou ook healen omdat jij nog maar 17 HP had. En deze Kyogre heeft Moody. Dat is echt kut. Alhoewel, kan ook gunstig zijn natuurlijk. Oh, dit was alleen maar voor een pokeball. Oh, zo moeilijk gedaan voor niks. Dan moet ik hem weer ontwijken. Oh. Maar gaat het je lukken, denk je? Ik denk het wel. Fucking Lucario, wat ziek. Ja, gewonnen. Oh, dat deed echt niks. Ik heb... Oh, deze Lucario heeft leftovers. Echt? Ja. Voor jou? Detect. Fucker. Ik word boos. Nee, grapje. Ik blijf hier even wachten, ja. Ja, is goed. Oké. Okay. Oh, moet niet precies in zijn zicht stil gaan staan. What the fuck? Oké, okay, water gunning. Niet send attack, dank je. Nice. Kijk. Pokeballing. Daar zat bij mij de red card in die pokeball. Nee, ik bedoel die pokeball daaronder. Ja, die heb ik ook gepakt. Ik heb alleen die janitor heb ik niet verslagen. Die had ik hier. Heb je die trainer bij die pokeball onder wel ja, verslagen? Ja, die heb ik wel verslagen. Oh, wat? Dit waren echt allemaal best wel leuke Pokémon om te hebben. Growfile. Lucario. Was ik eerst? Ja. Ga ik het risken? Ja.
Als ik gemist had, was ik echt boos geweest wel. Heel boos. Oké, Sandering. Nu krijg je een goede gras, TM. Mag het hopen. Aura Sphere. Dat is wel een goede TM. Geen grass, maar wel een goede TM inderdaad. Als Vileplume die kan leren, is Vileplume opeens fucking goed. Ja. Alleen gisteren... Oh wacht, ze blijven. Ja, ze blijven in deze game. Een goede aanval trouwens. Ja! Oh mijn god! Ziek! Ziek. Heel ziek! Aromatherapy? Dag, yeah. Dag. Heel ziek. Yeah. Het mag ook wel eventjes. Echt hoor. Oké. Okay. Snel healen. Of kan dat? Kan dat? Jawel, jawel, je kan healen. Hij loopt zo daar naar binnen, dan kan je healen. Relic Gold. Oké, okay, daar hebben we weer niks aan. Nog niet, maar later in de game kan je die goed verkopen. In. Here we go again, baby. Here we go again. My. Ik heb goede Pokémon voorop staan. Oh, kut. Ik heb Golbat nog voorop staan. Of Crobat. Nou ja, die kan ook wel wat hebben, snoep toch? Die kan wel wat hebben, alleen die kan niks. Oeh, Big Knight. Daar zou ik geen Fileplume in doen. Oh, je hebt een WC eend. Ik had een streepje tussen WC en eend moeten doen. Zag je dat? Wat had hij? Waterabsorb? Ja. Niet. Ja. Oh, maar je doet wel fucking veel damage. Met hij is natuurlijk ook fight. Ja, hij is ook fight. Oh! Oh, dat... Holy damn, dat was maar niet eens tot me doorgedrongen. Dat het super effective was en dat het fight was, zeg maar. Oh, tussendoor had je ook nog een shield. Oh, echt? Oh. Typhlosion! WC 1 wordt wel jouw MVP, heb ik al het idee. Ja. Sowieso. Oh nee. Niet smokescreen. Water gunning. Je raakt gewoon een 1-hit KO. Oh. Het is sowieso een 1-hit KO. Ik moet alleen maar raken. Yep. Het is geen 1-hit KO. Hoe niet dan? Oké, ik ben ook maar 1 level hoger. Misschien ja, is en hij is een Typhlosion. Maar hier, nice. Easy kill wel. En behalve dat die smokescreen deed. Ja, dat is waar. Lekker bezig, Sandering. Het wordt nog eens wat. Ja, zo lukt het wel. Maar ja, dan moet het wel eventjes zo door blijven gaan. Oh, krijg wat die metal in de sfeer. Yo, boeien, Ruud, met al je medals. What the fuck, dat boeit niemand. Doe jij behalve Paddy. Paddy houdt wel van medals. Klopt, ja. Die doet zo'n medal hunt. Nee, een ribbon quest doet hij. Nou. Hoe ver is hij daarmee? Heb je die nog gesproken laatst? Of? Nou, eigenlijk alleen maar in de groep zo. Ja, oké. Okay. Maar Sander, jij gaf geen antwoord op mijn vraag. Sorry, ik heb je vraag niet gehoord. Wil je deze aflevering de gym nog doen? Nou, kunnen we ook volgende aflevering doen. Maar... Ja. Hoe lang zijn we al bezig? Ik kan al een stukje verder spelen. Alleen bij Furbank moet ik wel weer wachten op jou. Dus we zijn 29 minuten bezig. Oh, mijn opname. Oh, wat? Wacht eventjes. Dat meen je. Oké, gelukkig. Oké, ja. Oh, gelukkig. Nee, het is goed. Ik heb alleen in twee delen opgenomen. Nee. Blijkbaar, ik schrok eventjes. Oh. Ja, ik denk dat ik per ongeluk op spatie drukte in mijn OBS, omdat ik weer door wilde spelen. En toen had ik niet door dat die OBS, dus toen heeft hij dat denk ik gepakt als opname stoppen. Ah, oké. Okay.
Ja, dat heb ik nu gedaan. Ja, het enige wat het is. Kijk, het is ook zo. Je kunt beter nu aan het eind van de aflevering dat jij niks doet, denk ik. Ja, en we kunnen er toch. XXL aflevering, baby, let's go! Nee. Oh, die sweethearts zijn echt nice, of niet? Ja. Ja. Dat is gewoon de helft van de prijs. Hoe chill is het dat ik. Ik moet alleen hier even kijken voor shoppen. Oh, dat kan hier nog niet. Nee. Nou, het superpootje kan ik nog niet kopen, dus dan hou ik het bij 5 sweethearts. Geef dat maar eens niet de freshwater baby in de pakketing. Yo, ik ben een gymleader. Leuk man. Nu moet je er een Geodude en one file kill. Ja, dat is goed, want die moet nog... Dat is geen Geodude. Een Roserade. Ja, WC-eend is de MVP. Hij kan wel naar WC-eend. Met Wing Attack. En die is met mijn Lifanny gekomen. Ja, WC-eend is ook de MVP. Ik ben echt blij met hem. Hij heeft wel Razor Leaf, maar Lifanny. En Bug Buzz. Hij deed wel veel damage. Oeh. 19, even kijken. 15. Hij moet dan geen crit krijgen. Of ik ga gewoon healen. Veel damage. Nice. Ja, daarom. Goeie keuze. Kijk. Tulp level 11. Ja, vind ik ook. Yo, tulp 2 levels omhoog. Dark flying. Vullaby. Oh, dat is wel kut. Ja, dan ga ik met die, want dan kan ik zo'n ghost type doen, dat is super vet. Nee, dat is niet waar. Ik zou WC eend healen. Ja, dat zou ook nog kunnen inderdaad. Sweetheart. Oké, maar nog één leveltje voor fly hacks en dan is die ook level up. Magic Bounce. En Avoided. Lekker voor je bitch. Ja, inderdaad. Ik zou switchen naar WC. Oh, dat was echt kut geweest. Nou, flying tegen flying. Ik bedoel, dat doet niet zo heel veel, toch? Nee. Ja, Water Gun? Maar, Step. Ja, maakt niet uit. Degene die met hem die het sterkste is. Ik denk Water Gun. Ah, ja. Oh, nee, Wing Attack. Wing Attack dus. Terwijl Wing Attack gewoon meer PP heeft dan... Water Gun. Daar ging ik een beetje op af namelijk. Ja. Ah. Nice. Pedro. WC 1 leveltje omhoog. Ja. Nou. Laten we alles vanaf niet veilig doen. Ik ga wel teruglopen om te healen. Ja. Nee, dat is waar. Nou ja, die magical die van die road raid was misschien niet de veiligste manier aan de andere kant. Als je ook healed, had hij gewoon weer evenveel damage gedaan. Dan had je gewoon weer hetzelfde probleem. Precies. Ja, want hij deed ook dinges, ja. Nee, dat wou ik niet. Ik denk als ik dan toch hier ben. Oh. Ik heb toch nog een big brew in mijn pocket. Je kan het. Yes. Oké. Woep woep. Oké, als we nu eventjes wat makkelijkere Pokémonnetjes krijgen. Ik ga ook eventjes Flyhex voorop zetten. Dan wordt die level 12. Bijna heeft hij dan... Ja, dan leert hij of Wing Attack of nog één leveltje. En dan leert hij Wing Attack. Okay. Dus... Dan kan ik die ook eventueel gebruiken. Oké, nu ga ik naar Vileplume. Want die heeft Aura Sphere. Yeah. Nice. Kabooming. Holy damn, dat doet echt ziek veel. Ook een best wel veel, hoe heet het?
Ja. Ook dan best wel veel XP voor die guy. Hij moet ook nog twee levels. Voordat Crobat Wingertek krijgt. Ja, volgens mij wel. Ik ga nog een keer proberen. Deed hij nou minimum? Oh nee, hij deed iets. Oh, dat deed een stuk minder damage. Oké. Okay. Oh, dat is not very effective, blijkbaar. Ja, Megadrain trouwens ook. Ik toch beter met WC Eend gaan spelen, ja. Ja. Nee. Is water super effective voor poison? Nou. Zou ik wel logisch vinden. Als ik vergif heb en ik doe er heel veel water bij, dan ben ik het gewoon aan het verdunnen. Dat is niet meer zo giftig. Beetje raar, right. Pokémon logica, maar... Oh, en level 15 pas wing het. Bite! Uit. Oh ja, we kregen eerst Bite. Maar hij is wel... Screech, hè? Ja. En daarna doe ik Bug Bite weg. Ik kwam er even niet op. Ja. Kabooming. Ik kan nu een move doen die ook echt damage doet. Wat de fuck? En dan zijn we klaar. Ik hoop het. Ja, maar dat is zo'n easy killetje. Let maar op. Hij heeft een Ralts en dan doet hij Bite en is hij one of kill. Ja, zoiets. Dat hoop ik. Kabooming. Yo, zie hem tappen met die voet dan. What the frick? What a crazy guy. Oh. What a crazy guy. En Ditto. Op zich jammer dat je niet opende met... Fly Hex. Want hij gaat transform doen. Ja. Ja, en dan naar WC Eend en dan... Ja, maar als ik nu naar Tulp ga... Ja. Let's go, baby. Let's go. Dit we do we chillin. Nou, oh, dit is wel iets minder. Oh, dat had ik ook al aan kunnen zien komen, aangezien die mijn fucking moveset heeft, maar ja. Oeh, ja. Ik kan het nog één keer tanken. Oh, nu kill ik hem natuurlijk niet. Nee. Dit is ook heel, ja. Huh? Oh, ik raakte even helemaal in de war. Nee, dat was wel kut. Ja, ik werd inderdaad heel hard gescamd. Was die crit, hè? Oké, ik kan sowieso nog eentje tanken, dus dan ga ik gewoon... Maar je hebt gewonnen. Oh ja. Oeps. Munchlax. Oh, ja. Ouders weer. Munchlaxing. Tulp. Trace. Trace, Honeygather. Oh, nu ben ik bang, hoor. Oh, nu ben ik bang. Ja, Munchlax is wel zo'n bulky boy, hè? Ja, ik ook. Ik dacht super effective, Munchlax. Maar Munchlax is bulk, natuurlijk, hè? Ja, is hij zeker. Ik vind zijn sprite wel echt Sander, heel cute in deze game. Je hebt gewonnen! Wat dat betreft ziet het er allemaal gewoon rood uit. Zeker. Nou, dan gaan we er maar vandoor, denk ik. Van de Pokémon Black and White 2 Soul Link tussen mij en Sander van Gaming SB. Tot de volgende keer. Adios, amigos.